Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Vandaag gaat Fleur met Banja op crosstraining. Ik ben echt heel benieuwd. Oh. Wat deed je überhaupt? Het was gewoon heel subtiel over mijn arm weg. Oké, we waren net op de weg, maar ik was de sleutel van de trailer vergeten. Maar hij hing nog aan mijn fiets. Maar, ik heb hem nu. Onderweg naar stal en we gaan zo meteen even snel Banja wassen, want die moeten dus nog wassen, want gisteren hebben we dat niet meer gedaan. Dan gaan we de trailer inladen en dan hoop ik dat ze de trailer oploopt, want we zijn een beetje aan de late kant. We gaan nu even Banja wassen. Ze heeft zich nog best wel heel erg schoon gehouden vandaag. Ik ben echt trots op je. Wat vind jij ervan? Ik vind het netjes. Nou, Banja is helemaal schoon en ze heeft deze deken op. En dat is de Bukas Competition Cooler. En dat zorgt ervoor dat ze in de trailer cool blijft. En wij gebruiken het eigenlijk ook een beetje als vliegendeken. En het is echt heel warm en de zon schijnt ook heel erg. Maar we zijn een beetje vroeg nog, ook al waren we te laat. Dus we gaan nu nog een beetje stappen. En ze is helemaal schoon. Tada! En dan! Nou, we zijn net aangekomen en het is hier echt super groot. Wacht, kijk die stallen. Die stallen? Maar we gaan nu een beetje het terrein verkennen, want we zijn nog een uur te vroeg. Zeg maar, over een uur moeten we starten, zeg maar. Oké, het is super cool. De sprongen zijn gelukkig niet zo hoog als ik dacht. Ik dacht dat ze veel hoger waren. Maar ik ben wel zenuwachtig, maar het komt goed. We gaan nu naar de galopbaan. En ik weet dat het Banja daar knetterhard gaat. Dus ik wens je echt succes. Ik ben zo tijf, man. Ik heb echt heel veel zin om nu te crossen, maar ja. Ja, persoonlijk. De volgende keer ga ik weer crossen, als ik me beter voel. En ik kom in groen. Wow, wie is die pony hier? Oh my god, dat ga ik hier gewoon overheen gooien zo. En Fleur is er ook helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor. En ze heeft echt een super leuk dekje op. En het bosstuig past, dus daar zijn we echt wel blij mee. Kijk, en hij is met goud natuurlijk, want dat past bij de beugels. Er was een man met een trailer. En die is over onze trailerklep heen gereden. Maar gelukkig is die niet kapot. Nu wordt het toch wel zenuwachtig. Ja, nu wel. Ja. Dance.
Nou, het ging heel goed. Het was een hele leuke ervaring. Ik ben er één keer afgevallen. Ik nu best een record vind, hoor. Maar, ik heb die sprong daarna wel niet meer gesprongen. Want ik twijfelde zelf te veel. Waardoor Bayer dus ook heel erg ging twijfelen. Yeah. Ik heb wel nog twee andere sprongetjes gedaan om het goed af te sluiten. Maar ik ben echt super trots op daar. En ja, het was echt een hele leuke ervaring. Nou, we lopen nu terug naar de trailer. Ik wou inzoomen op een Himalaya lookalike. Maar toen zagen we deze pony. Hallo. Bayer is dik. Het matcht niet. Kijk dan. Oh my god. Maar we gaan er gewoon afzadelen. Hé man. Tikzak. Maar Bayer is klaar. Kijk. En we gaan hem nu even inladen. Ik ben benieuwd of ze in één keer loopt. Maar ja. Vanja staat erin. Ah, denk ik 3 minuten, hè? We wouden net gewoon wat gaan eten, maar de kantine is dicht. Ja. Hij is wel open, maar er is niemand. Ik ga een wesp doodmaken. Doe je riem los. Ik hou van dieren, maar niet van wespen. Oké. Doe die erbij. Maak hem. Wat gaan we doen? Frieten. We hebben milkshakes besteld. We stuiteren zo meteen. Zoals gisteren. We hebben Van op de paddock gezet en gaan nu even die hele zooi uitruimen. Want kijk. En iedereen kijkt mij aan, dus het is echt super awkward. De kast weer ingeruimd. En ik ga nu nog even slobber maken voor Ban. Want dat heeft ze wel verdiend. Banja krijgt dit allemaal. Oh, oké. Een beetje waterig. Oeps. We gaan nu even de baas van de paddock halen en dan ga ik Banja even afspuiten en dan mag ze lekker weer op de stal. Lekker verbreken. Je moet even Ben te zien. Oh Ben, dit is je mooie halste. Oh. Yep. En dan gaat Panier. Ik zak even slobben. Nou, alles is weer klaar en Bayer staat nu wat eten. Als je nou leuk vond hoe Fleur viel, dan moet je even blauw duimpje omhoog doen. En even dus abonneren hieronder. Mm.